Hoer aan één plaats. En Shrek OA is de laatste die plaats gaat nemen. Standby. En de start is gevallen voor de Chatwell Arabian Listed Race. En de afstand is 2150 meter. En de paarden kiezen positie door de eerste meters. Aan de buitenzijde zien we Shrek Oaan. Aan de binnenzijde Poulain Cossack. Poulain Cossack gaat trachten de leiding te nemen. Op de tweede plaats is het dan Shrek OA. En dichterbij is het Gordon DA. Die wordt sterk gehouden. Aan de binnenzijde daarachter is het dan Hamdassa. Aan de buitenzijde Hoera. Met verder weg in het veld dan Paramoerte. Aan de buitenzijde Al Jawahir. Met Bakabir Kabir. En daarachter als laatste van het peloton Dickie. En zo gaan de paarden nu de laatste ronde in en is het Poulain Cossack die leidt. Poulain Cossack die heeft de leiding genomen als de paarden de Klingendaalbocht ingaan en heeft een lengte voorsprong. It's Poulain Cossack in the lead. In second place we see Shrek in third place. Down in the inside, Hamdassa. And in fourth position on the outside, in the black collars, Gordon D.A. Paarden aan de overzijde van de baan. Wat verder weg in het veld is het Hoera. Die wordt gevolgd door Paramoute, dan Al Jawahir, gevolgd door Dickie en Bakahir Akardabia. Die ligt aan de staart van het veld. En we zijn intussen halverwege de rechte lijn aan de overzijde. En Poulain Cossack en Raymond Chang die zetten nog altijd de tempo. En doen dat met een lengte voorsprong op Shrek Koa. Zo passeren we het laantje van Jochems. Hamdassa ligt in derde positie. Vierde op dit ogenblik is dan Hoera. Paarden gaan richting laatste bocht. Wat verder weg in het veld volgt dan Hamdassa. En die wordt dan gevolgd. Al Jawahir moet ik zeggen. En die wordt dan gevolgd door Dickie. En laatste is Bakabia Kardabia. Deelnemers gaan de laatste bocht in. Into the last turn now. En it's still Poulain Cossack in the lead. Shrek Koa, the nearest challenger. In third position we see Hamdassa. On the outside is it's Hoera. Then on the inside in the blue and white colors, Paramoerte. Paarden halverwege de laatste bocht en komen af op de laatste rechte lijn. Nog altijd Poulain Cossack onder druk van Shrek OA. Zo zijn we dan in de laatste rechte lijn. Nog 600 meter te gaan. 3 furlongs out. Still Poulain Cossack down in the inside. We see Paramoerte coming with a wet sail. On the outside, Bakahir Kardabia is coming to the leading group as they now into the final 2 furlongs. And down near the inside, we see Hamdassa in the lead. Hamdassa with a length in advance of Paramoerte on the outside. Hoera, paard in de laatste 200 meter. Maar dit wordt voor Hamdassa François Xavier Bettra. Hamdassa is de winnaar. Close voor de tweede plaats. Aan de binnenzijde Paramoerte, aan de buitenzijde Hoera. Met verder weg in het veld dan Bakahir Kardabia. Daarachter dan Al Jawahir en de rest.